En dan doe jij me nu maar de intro. Ja, klaar, ja. Ja, ja. En allemaal, welkom terug bij I'm My UC seizoen 6. Hoop dat deze timer wel werkt. Ja, even de gasten, ja, jullie staan met Matthias natuurlijk. En ja, we zijn op mijnen. Ik heb hier nog weer... We hebben al bijna volledig... Zo, ik dacht even dat ik lava zag. Shit, die shield zit in mijn gezicht. Die shield zit in mijn gezichtsveld. Ik kan het niet goed... Oh, ik heb datzelfde probleem elke keer. Als ik dit zie, dan lijkt het op lava. Dit is naar. Waarom is die shield zo groot? Heb je al wat voor mij, armor of zo? Want je had net uit de oven, maar... Ja, jij hebt leather armor set je niet aan mij gegeven. Wil je leather armor hebben dan? Ja, geef dan, want dan kan ik er tenminste iets mee. Ik had nog niks gemaakt van dat leather, weet je. Oh, echt niet? Oh, jammer. What the fuck? Dat was de lava. Oké, die zet ik over neer. Dit is, we gaan hier weg, Matthias. Ik wil je weg. Matthias, ik wil je weg. Dit had echt verkeerd kunnen aflopen. Ik wil je weg. Hij staat weer daar. Dan kan hij als goed is niks doen. Oh, het was dus workbench die in de fik vloog. Ik dacht even dat het iets anders was. Ik dacht even dat hij gewoon uit random. Holy shit. Close call, hoor. Close call. Ik ga even door naar beneden mijnen hier. Iets in mij had het grappig gevonden was dat er wel fout gegaan. Oh, oké. Okay. Dit is wel lava hier direct. Volledig. Iets in mij had het ook grappig gevonden, maar ik vond het wel echt... Ik vind het was kut geweest, maar het was wel grappig geweest. Het is een beetje disturbing eigenlijk. Oké, okay, ik ga hier nog even kijken of ik naar beneden toe kan hier. Ik wil even bedrock vinden, want vanaf bedrock is het niveau 5, als het goed is. Eerste bedrock die ik tegenkom. 5, volgens mij. Ja, 5. En dan doe ik vanaf daar gewoon geen 10, maar 7 omhoog. Zoiets, ja. Oké, okay. Oh, ik hoor zombies vanaf hier trouwens. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, voor mij zou je 1 blok boven lava niveau moeten zitten. Dit is gewoon goed dit, denk ik. Dit is in principe wel goed. Er zitten hier zombies links. Dan moet je naar links. Ja, hier, hoor maar. Kom maar hier. Kom maar. Ik ben er, maar ik hoor nog niks. Even wachten. Oh, ik hoor hem rechts. Ja, nu hoor ik hem ook rechts. Net was die links. Dan gaan we niet naartoe. En dan gaan we niet naartoe. Maar links nog hoor ik langer ook niet, trouwens. Nog langer niet. En dan gaan we niet naartoe. Flink iron hier in deze grot. Nu is hoor ik hem weer links. Ja, ik hoor er een links en rechts voor mijn gevoel. Ja. Ik ga eerst even een volledig armor setje maken nu. Doe dat. Want ik heb nog 6. Oh nee, het is niet volledig. Niet volledig. God, Tim, idioot. Oh wacht, ik heb natuurlijk al ladder, dus ik moet. Wat had ik qua ladder? Pants, geloof ik, had ik voor je gemaakt. Maar... Ja, alleen maar een pants. Ik heb voor de rest niks anders gemaakt. Fucking bitch. Ja, ik heb het aan je gegeven, de ladder. Fucking bitch, ja, maar je zou het toch maken? Daar hadden we het vorige aflevering over. Ja, maar... Jemig. Toen had ik al armen en zo. En... Oh, wat? Wat? Je wilt. Wat? Sander is ook heel erg down. Hoe is dat dan? Ja, maar dat vind ik een beetje lullig, want hij zat waarschijnlijk te kijken... Ja. Ah, dat vind ik echt heel lullig. Dat hij nu al dood is, wauw. Was dat vanwege... Kijken checken, naar... Nee, want anders mag hij van mij gewoon terug, hoor. Of gewoon... Anders mag hij van mij terug. Ik hoor overal mobs, maar ik kan ze niet vinden. Ja, ze zitten allemaal boven ons, joh. Wat zegt hij, I do? Hij zit. God, wat zijn al die mobs? Zitten boven ons. Ik zeg het je. Ik word er helemaal naar, maar ik wil het niet, want er zitten skeletons. En ik vind dat echt toch wel even disturbing nu. Oké, ik moet nog. Wat moet ik nog? Moet ik nog een broek maken? Ik moet nog een broek en helm maken. Ik maak wel een broek eerst. Maar eigenlijk moet ik eerst een helm maken, want ik heb een leather broek. Maar. Ik moet nog even wat iron vinden, man. Ja, hij zit echt gewoon op boven ons. Waar fuck ben jij en meiden dan? Hier, boven je. Boven me? Hoe kom je nou weer? Huh? Oh, hier. Nee, ze zitten daar niet. Ze zitten... Ja, daar rechts. Ja, hier, precies. Hier rechts, denk ik eigenlijk. Ik durf alleen, zeg maar, je probeert niet rechts naar boven te mijnen zoals je nu doet. Hier rechts zitten ze weer. Zitten hier. Hier, oh, June neemt ook damage. June neemt damage. June heeft 3 hartjes. Oh jee. Oeh, pijnlijk. Skeleton, nu al, dat gaat echt niet goed, dit begin. Doe niet hoe ik naar beneden zou gaan, leed op een skeleton.
Dit gaat echt niet goed in het begin. Oké, ja, hier is het geluid heel sterk. Er is ook een bed hier ergens. Ik heb weer armen gevonden. Hier is het geluid echt heel sterk. Ik denk echt dat hij boven zit, maar ik wil niet één keer naar boven mijnen, dus. Ik ben echt bang met elk blokje dat ik breek, dat ik in één keer een zombie in mijn gezicht krijg. Ja, dat dus. Ja, moet ook weer een nieuwe iron pickaxe hebben zo. Shit, waar de fuck zit je zombie? Oh, ik heb een cave. Ja, oké, goed. En dan met z'n hemmen zoals de rest heeft gedaan. Ja, ik kan niks beloven. Kan ik dit blokje weghalen zonder problemen? Ja, als het goed is. Scout is rechts van ons, zombie zit links. Dat probleem is opgelost. Ja, dat hoop ik maar. Er zit ook een slime hier rechts, volgens mij. Ik hoor dat niet, maar... Shield uit. Ja, skeleton zit inderdaad daar. Joor. Ja, ik hoor hem lopen. Waarom ben ik aan het sneaken? Dit helpt niet. Zombie hier, villetje zombie. Die iron moet ik even hebben. Ik heb ook nog 8 iron net opgepakt. Denk erom nog een villetje zombie, waarschijnlijk. Oké, okay, dit gaat loopt waarschijnlijk weer om. Ja, dat was mijn angst ook. Skeleton. Go. Move, ik moet die iron hebben, man. Nee, we kunnen fitnessen als het hier om het hoekje komt. Ik gebruik mijn boog. Hij schiet echt op je, let maar op. Beter zet ik gewoon een blok neer, dat ik bij zijn voeten kan. Hij wacht op je hoek namelijk. Hij wacht op je onderhoek waarschijnlijk. Dat AI van ze is zo veranderd. Dat is echt op. Kut, hij staat om het hoekje. Ja, hij staat echt inderdaad om het hoekje. Ga gewoon voor zijn voeten, zet gewoon een muur neer en dan... Ik heb hem één keer geraakt. Oké. Okay. Oh, bijna 2 keer. Oh, kut! Kut, hij heeft me alsnog geraakt. Ja, hij raakte hem inderdaad. Ja. Oh mijn god, hoe dan? Ja, ik blokkeerde gewoon, hij schoot gewoon op mijn hoofd ofzo. En ik snap, dat heb ik... Oké, maar Matthias, gewoon direct move nu. Go, je hebt de toortjes, ik niet. Ik heb er maar 2. Oké, ik heb er nu 4. Oh, nog scouten. Oké, blokkeer. Goed. Oké. Ik haat skeletons. Oh, mijn pickaxe. Ja, mijn pickaxe is ook kapot nu. Oké, dat is veel terug naar de... Ja, dat is ook mijn pickaxe. Terug naar de fiets. Ik had echt nog maar echt 1 use of zo. Ik moet echt die iron hebben daar, want ik moet even die broek hebben. Onze tunnel is trouwens... Echt verschrikkelijk erg. Onze tunnel is echt verschrikkelijk erg. Ik heb ook niet zo heel veel kom meer in de trouwens, dan moet ik ze ook even minen. Laten we dit even... Serieus, laten we dit zo echt eventjes... fixen. En hartje damage valt wel mee. Ja, in principe, dat klopt. Maar hij maakt het ook niet zo heel veel uit hoor. Ik heb in ieder geval die skeleton dood gekregen, maar die zombies zitten er nog steeds. Wat ik waarschijnlijk ga doen... Ja, we moeten even dat, die furnace even moven. Ja, dat is één ding, maar ik ga die furnace moven, man. Ja, vooral doen, dan kunnen we ergens anders neerzetten. En die workbench. Precies, maar we moeten zo wel echt even naar de nether toe, want we moeten echt diamonds vinden. Je hebt meer iron, oké, cool. Ik ga even naar boven toe, naar die grot, want dat is wel even base of operations nu. Ja, we moeten net wel kijken of we de nether kunnen krijgen. Want we kunnen in ieder geval dingen bereiken. Ish. Tim is nog niet dood, Tim is gewoon weer terug als het goed is. Nu. Denk het. Volgens mij speelt hij weer terug. Ja, in principe, ik wil echt enorm graag naar die skeleton toe. Commands fixen. Commands fixen, oké. Dat is niet een... Oké, hij is dood. I'm dead. Dead. Dit is het werkwoord. Deze gozer. Oké. Even kijken, want hier zat die skeleton. Waar zit die skeleton? Maar zelfs het niet met dit stukje is lastiger, dat is echt irritant. Ja, precies, want ze rennen nu voor je weg. Ze rennen nu voor je weg en nemen afstand en gaan ze op je schieten. Waar is dit? Meen je dit? Ik had 1 blokje doorgemoeten. 1 blokje verder. Echt. 1 fucking blokje verder, dan was ik er geweest. Wat naar. Ah joh, we hebben het nu in ieder geval gevonden. Oh, je zit er. Pas op, boven je zit een gat. Hij kan nu zo naar je toe lopen, hè? Maar ik hoor hem niet meer. Ik wel. Hier links zit hij. Hij zit rechts, volgens mij.
Nee, links. Zit er niet van een blok boven je, dat die zeg maar niet je gat inspringt. En dan hoor ik hem ook links inderdaad. De rest in audio in het spel is nooit goed geweest. Even het zeker voor het onzekere, Matthias. Even. Ja, echt zo. Sorry hoor, maar ik ga even dat hele gebiedje afzetten. Okay, dat boeit me echt niks meer. Ik heb hier nog meer lava. En hier kan die er ook uitkomen. Maar ik heb nu wel geen torches meer. Ik heb natuurlijk een extra kool gepakt. Oké, ik heb nog wat torches hier. Dus ik boven kool als je wil. Ja, ik heb nog een kool. God, dit is wel. Ik heb nu 52 torches. Dit is wel echt een gebied waar je bang van wordt. Zeker met die lava zo. Ja, dat is goed. Daar beneden zie je goud. Ja, ik zie het ook. Ik plaats even over excessively torches. Oh, dit gebiedje beneden, daar wil ik eigenlijk nog niet naartoe. Nee, ik ook niet. Ik viel er wel bijna in. Maar... Ja, ik zag het. Daar beneden was een doodloper. Weet ik niet. Ik ga het water nog niet volgen nu. Nee, het water gaat naar het goud toe. Eindelijk hout, zegt iemand. Nog meer goud. Oh. Ik heb alleen geen iron pickaxe. Ik wel. Kom je hier vandaan? Oh, jimmig. Kom maar daar. Oh, daar zit jij. Oh, ik schrik me de tering, man. Ja, jimmig, man. Nou, ik wist toch gewoon niet dat je daar zat. Opeens komt er een wit ding om de hoek zetten. Ja, man. Het weet toch ook niet dat jij er zit. Kut. Oppassen. Oppassen daar. Alleen maar lava. Dat is echt omdat ik snel nog sneakte. Ik zag echt zo van, oh, shit. Die bed, grappig. Ja, het zou fijn zijn als we wat diamonds konden vinden, want... Ja, dat zou ik ook waarderen. Diamond zwaarden zijn altijd wel chill. Of iron swords met sharpness 2 of zo. Ik heb een redstone meegenomen voor het kompas uiteindelijk, dus dat is wel een ding. Hier was ook nog goud hier. Ja, ik neem het zo mee, wacht even. Ik moet zelf ook nog even die iron gaan verzamelen. Of kan je even snel terug om een iron broek van te maken of zo? Ja, ik was van plan om dat iron te gaan pakken snel. Ik zie nog superveel iron liggen, dus hebben we in ieder geval... Iron. We hebben nu 6-7 iron? Gold? 7 gold, ja. Ik heb een broek voor je. 7 gold, ja. Ik maak even een pickaxe voor mezelf. Yes. Ik neem zelf ook nog even wat iron mee hier zo, gewoon dat kan. Misschien dat de diamonds achter zitten, je weet het nooit. Ja, iron meenemen. Dan kunnen we desnoods nog super sterke zwaarden maken of beter armor of... Enchanten. Ja, precies. Nou ja, ik heb nu in ieder geval nog 9 blokken iron bij me. Diep is dat redelijk genoeg. Oké, okay, laten we even... Was er nog genoeg iron om iets anders te maken, namelijk een bucket? Ik ben nu al iron aan het verzamelen daarvoor. Oké, want dan kunnen we dat water even gabben. Ik hoor de skaten. Dat is irritant. 30 minuten, oké. Alright. Dan ronden we hier bij deze aflevering af. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Helaas zijn we nog niet in de Nether. Dat gaat nog gebeuren. Maar we hadden even zo'n probleempjes met het vinden van grotten, diamonds, andere stuff. Ik heb een handje damage opgenomen. Iedereen heeft tot nu toe damage genomen. Elk team. Behalve team groen. Dat meen je niet. Behalve team groen. Oké, dat is best wel interessant. Wat verwacht je? De persoon die het minste Minecraft heeft 9 gespeeld. Ja, maar hij zit waarschijnlijk op... Of laat Tom alles doen. Dat zou ook heel goed kunnen. Tim gaat langzaam dood. Oh. Wat? Oh. En dan gewoon damage. Oh, ja. Tim weer. Oh, die andere Tim weer. Je bedoelt de andere Tim. Alright, ik dacht Timmy. Oké, dank voor het kijken van deze video. Vooral leuk, vooral een duimpje omhoog. Wie weet, als je de volgende keer. Volgende week met een nieuwe aflevering van UBC. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Tot dan. En houdoe. Doei.